Amsterdamse Veemarkt werd de 28e paasveetentoonstelling gehouden. 50 keurmeesters wezen elkaar op de prachtige exemplaren onder de bijna 500 dieren uit alle delen van het land. Het puikje van de Nederlandse veestapel dat hier werd gekeurd en verhandeld. Behalve de zogenaamde dikbilkoeien was er ook een respectabel aantal varkens aanwezig. En de jury had het niet makkelijk om van al die geselecteerde dieren de mooiste uit te kiezen. Maar gelukkig hielpen oud en jong een handje en zo werd het mooiste kalf vrij gauw gevonden. Omdat velen hun beste paard van stal hadden gehaald, was de keuze daar moeilijker. Deze viervoeter uit Schagen, die al tweemaal kampioen was geworden, maakte een goede kans. Maar winnaar werd de heer Heijslendeuren met zijn huisdier. Voor de 10e maal trouwens, en dat was wel een speciale felicitatie waard. Met de hoogste eer ging een koe uit Zevenbergen strijken. De Lauwerkrans en de zilveren wisselbeker. De hoogste onderscheiding van de paasveetentoonstelling in Amsterdam. In de Scheveningse vissershaven heerst iedere dag een enorme bedrijvigheid. Maar als de auto van het zeeaquarium komt voorrijden, onderbreken de vissers steeds even hun werkzaamheden. Mevrouw Joachimstaal is een graag geziene gast in de haven. Bijna altijd hebben de vissers wel iets bijzonders voor haar aquarium meegebracht. Deze keer was dat onder meer een kleine hondshaai, die met de haring uit de Noordzee werd opgevist. Ook vonden de vissers in hun netten een ruwe rog, een vreemde platte pannenkoek, die zich maar zelden laat verschalken. Samen met de kleine haai maakte deze rog in een wasketel zijn eerste autoritje naar zijn nieuwe collega's in het aquarium. Een van die collega's is de snotdolf of zevenrug, een vis die eigenlijk niet in de Noordzee thuishoort, maar er wel af en toe doorheen zwemt. De leerlingen van de tekenacademie vinden in de aquariumbewoners bewegelijke, maar wel geduldige modellen. De zeldzame zeewolf laat zich tenminste gewillig de tanden tellen. Een dankbaar onderwerp is ook altijd de bak met zeeanemonen, zoals de zeer zeldzame Cerianthus die aan de Bretonse kust gevonden werd. Het uit Malakka afkomstige zeepaardje is wel de sierlijkste bewoner van het aquarium en de jongste kunstenaars zijn er altijd weer voor te vinden hem uit te beelden. Evenals trouwens de langoeste. Dit neefje van de kreeft, dat voor de kust van Ierland gevangen werd, verblijft hier al 4 jaar en is één van de grootste trekpleisters van het Scheveningse zeeaquarium. Noordwijk zag een prachtig staaltje van vliegerskunst toen daar op het strand 3 helikopters landden tijdens een hevige wind. De toestellen brachten de bestuursleden van de internationale portiersorganisatie de Gouden Sleutels naar ons land. Nadat een picolo tulpen had aangeboden aan voorzitter Gillet uit Frankrijk, vond er een opgewekt weerzien plaats van mensen die in het dagelijks leven als hotelportier er maar niet toe kunnen komen zelf ook eens op stap te gaan. Met vliegend vaandel werd daarop onder grote belangstelling van de Noordwijkers een Nederlandse duintop genomen. In enkele hotels werden de 350 hotelportiers vervolgens ingeschreven door een Nederlandse collega. En dat was het begin van een 4-daags congres. Tijdens dat congres brachten de Europese sleutelbewaarders een bezoek aan onze mooiste tuin, de Keukenhof, waar deze portiers het niet konden laten zich als echte toeristen te gedragen. Dat was overigens begrijpelijk, want de Keukenhof had op deze lentedag zijn mooiste pakje aangetrokken. In het teken van de bloembol stond ook een lunch in Hillegom. Daar doopte de voorzitter van de Keukenhof, meester De Graaf, met enkele druppels champagne een nieuwe tulp, de Golden Key. Ter ere van dit congres voor toeristengidsen bij uitstek, de Europese hotelportiers. In het hoge noorden van Europa woont een merkwaardig volk waar we nog maar weinig over weten. Als nomaden leven ze in de bergen, op de uitgestrekte steppen en in de bossen van Lapland. Het leven van deze 34.000 mensen draait om het rendier. Het dient hen als vervoersmiddel, torst de zwaarste vrachten, het produceert melk en tenslotte levert het vlees en huid. Het dier trekt zijn baas in een slee over de vlakte naar diens woning. Een eenvoudige tent van rendierenhuid. In die tent, de kata, bereidt de lappenvrouw de maaltijd. De rook van het open vuur vindt een uitweg door een opening boven in het tentdak,
dat bij slecht weer gesloten kan worden. Bijzonder fraai is hun kleding. Rijk geborduurd, met kralen en soms versierd met zilver en tin. Vanzelfsprekend is ook in de kleding rendierenhuid verwerkt. Al duizenden jaren lang leven deze mensen op dezelfde manier, deze nomaden van het noorden, waarover een belangwekkende expositie wordt gehouden in het Rotterdamse Museum voor Land- en Volkenkunde. In het haventje van Urk was het groot feest toen de vissersvloot klaar lag voor een vlaggetjesdag die dit jaar voor de tweede maal werd gehouden. Jong en oud drentelden langs de haven en de grote ukken oogsten veel bewondering bij de kleine ukken. Hoewel Urk al jarenlang geen eiland meer is, wordt de oude klederdracht die bij Urk als eiland hoorde nog steeds gedragen. Het merendeel van de bevolking vindt nog een bestaan in de visserij. De Urker Kottervloot is onze grootste IJsselmeervloot. De toeristische belangstelling voor deze eerste vlaggetjesdag van het jaar in Nederland was dan ook enorm. Eensgezind namen de enthousiaste belangstellenden bezit van de kotters, want volgens de nog jonge gewoonte mag iedereen op deze dag een stukje mee uit varen gaan. Mee de haven uit naar het IJsselmeer, waar de kotters zich verzamelen voor een spectaculaire vlootrevue. Een parade van de 80 schepen tellende IJsselmeervloot en de Urker Noordzeevloot, die eveneens uit 80 kotters bestaat. ...160 schepen presenteren zich daar aan de commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, ingenieur Ridder van der Schuren, en aan Urks burgemeester de heer Schipper. De vloot van Urk was weer uitgevaren.